Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk jullie kijken naar alweer de vierde episode van Skylia Iceland Survival. Ik heb er weer enorm veel zin in, want we gaan deze video zoeken naar zand. En dat klinkt heel erg saai, maar dat was de vorige keer ook zo. Toen dachten we zo van ja, laten we zoeken naar zand, maar toen kwamen allemaal vette dingen tegen ons pad naar het zand. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat we deze video allemaal gaan tegenkomen, dus ik heb er weer zin in. En dat was echt totaal niet de bedoeling dat ik dit ding ging plaatsen, dus ik haal het weer even weg. Wat ga ik doen? Ik ga als eerst even een schepje erbij maken, want dat heb ik namelijk nodig. Dus ik maak even snel een schep, hoppakee, een schep. En dan gaan wij naar zand zoeken, want we hebben namelijk zand nodig voor dit mooie huisje. En ik moet eerlijk toegeven mensen, in 4 episodes zijn wij al aardig ver. We hebben veel resources, maar we hebben ook een enorm mooi huis naar mij mee. En ik ga er nog een keer een verdieping bovenop maken. Maar het gaat mij er in ieder geval om dat we een huis hebben, en dat vind ik het belangrijkste. En ik ga hier biggen, dus als we nou beslissen uiteindelijk om een farm te gaan maken van biggen, dus zeg maar een biggenbreeding. Ja. Dan kunnen we dat gaan doen. Alleen ik heb geen zand. En dat is echt kut. Want ik heb het idee dat we hier op een plek zitten waar zand niet zo heel erg makkelijk te verkrijgen is. Dus dan moeten we op een andere manier aan gras kunnen komen. En ik geloof dat dat technisch gezien onmogelijk is. Dus dan zitten we een klein beetje met een probleem als hier geen zand te vinden is. Dan moeten we namelijk de boel dicht gaan maken met iets anders. En dat is vrij jammer, moet ik eerlijk toegeven. Want zand, nogmaals, ik heb het al een paar episodes teruggezegd. Ik vind dat ramen, dat hoort gewoon bij een huisje. En als er dus nu op dit moment geen zand te vinden is, dan zou ik dat heel erg jammer vinden. Dus ik wil echt zand hebben. Ik zie daar toevallig wel sneeuw, maar ja, wat moet je nou weer met sneeuw, weet je wel. Daar kun je ook maar niks mee. Dus het gaat echt even om zand, deze video. We hebben zand nodig. En dan kunnen we uiteindelijk glas maken. Dan kunnen we glass paints maken, geloof ik hoe je die dingen noemt. En dan hebben wij ons huisje af. En dat is zeer belangrijk voor zowel deze video als voor de komende video. Want we willen natuurlijk wel ramen hebben. We willen niet gewoon gaten in ons huis hebben. Want dan komen er allemaal stomme creepers naar binnen gluren als wij ons behoefte aan het doen zijn. En dat willen we niet, want dat is stom. En dat is gewoon niet chill, dus vandaar. Ik heb trouwens even een blikje goden staan. Ik heb namelijk dorst. En dat is kut. Want als je dorst hebt en je kunt niet drinken, dan raak je helemaal je commentary. Is dat zand? Ja, dat is geloof ik zand. Dat moet wel zand zijn. Ja, zand. Chill. Ik neem even lekker veel ervan mee, want ik heb al het idee dat ik het niet heel... Kijk, zoals jullie misschien nu wel zien, vind je het niet zo heel erg makkelijk. Want je moet er eerst allemaal voor omlopen. En dat is een beetje kut. Ik ben alleen dan blij dat ik het wel vind. Want ik dacht even van, oh, straks is er helemaal geen zand te vinden. Ja, natuurlijk is er overal wel zand te vinden. In elke Minecraft wereld zo wat. Maar omdat het een custom map is, denk ik van ja, straks hebben ze ervoor gezorgd dat je geen zand kon vinden, weet je wel. Dat zou helemaal kut zijn. Want dat hebben we dus wel nodig. Want ja, zand gaat er dus voor zorgen. Oh kut, ik kan het niet eens oppakken. Zand gaat er dus voor zorgen dat we hele mooie ramen kunnen maken. En gelukkig zijn glass planes enorm goedkoop. Maar ik vind ze ook heel erg mooi staan. Dus ik ga maar glass planes maken. In plaats van glass blocks. Ja, ik ga natuurlijk eerst glass blocks maken. Want dat heb je nodig voor glass planes. Maar het gaat even om het idee. En we hebben misschien voor meerdere dingen zand nodig. Dus ik neem even lekker veel mee. En ik dump daarom ook even wat dingen hier zo in. Die ik toch niet meer nodig heb. Want dan zit ik ermee... Ja, anders heb ik het zeg maar. Dan kan ik er toch niks mee. Dus ik neem even lekker veel zand mee. En dan gaan we deze episode even ervoor zorgen dat wij een beetje een mooi huisje hebben zeg maar. Dat is namelijk wel belangrijk. Het huisje is natuurlijk al mooi. Maar dat we ook echt raam hebben. Dan kunnen we de volgende episode kunnen we lekker op avontuur gaan. En dan kunnen we misschien wel even gaan minen voor wat resources. Want dat hebben we natuurlijk ook nog. Want we zijn natuurlijk de hele tijd bezig met het verzamelen van resources om ons huis mooi te maken. En ik bedoel, als we bij de 5e episode een huis af hebben, dan ben ik al zeer tevreden. Want heel veel mensen doen er misschien al wel 10 episodes over. Voordat ze een klein beetje een mooi huis hebben. En dan ben ik eigenlijk al wel blij mee. Dat we de volgende episode ons huisje af hebben. Dan kan ik in ieder geval van geluk zeggen van nou, we hebben ons huisje af, dat is iets. Kijk, ik ga tot en met 2 stacks. En dat vind ik echt meer als genoeg. En dan ga ik ook echt stoppen met het verzamelen van zand. Pak ik nog even wat cobblestone voor een furnace. Want dat hebben we natuurlijk ook nodig. Zo, dan moet ik even die weggooien zo. Oké, dan ga ik nu even snel dit meenemen nog. Want ik moet natuurlijk ook even een furnace hebben. Vind ik namelijk ook wel chill. En dan kunnen we die furnace ook even gaan gebruiken om wat dingen in ons te maken. We hebben natuurlijk genoeg houten kool. Hebben we nog niet nodig. En kool kunnen we uiteindelijk ook wel gaan minen natuurlijk. Maar ga me eerst even om het glas. En ik neem wat meer cobblestone mee. Zodat ik in principe 2 furnaces kan maken. En ik ga natuurlijk ook even in mijn huis ga ik wat furnaces neerzetten. Misschien tussen de chest. Lijkt me natuurlijk wel vet. Ik heb namelijk een chestroom tot nu toe. En ik heb een prachtig mooie normale kamer. En daar gebeurt eigenlijk helemaal niks in. Dat is gewoon een heel klein inloopje zeg maar. Wat je zo. Oh, pardon, dat is een boertje. Wat je normaal zeg maar, wat je eigenlijk bij mijn huis hebt, is je loopt naar binnen. Dan heb je eigenlijk vrij weinig. Dan zie je alleen maar. Dan zie je eigenlijk alleen maar 2 deuren. Die doe je open. Dan kom je in een enorme kamer met heel veel chesten. Dan gaan we uiteindelijk item frames plaatsen wanneer we koeien hebben gevonden. Dit zou Sans minimap. Dat betekent dat je ook allemaal dingen in kan voeren. Waarbij je dus ook op de minimap kan zien dat je. Dan kun je dus dieren zien. Dus waar ze zitten. En nu zie je bijvoorbeeld dat er squids in de zee zitten. En dat de beds daar zitten. Dat betekent dat daar een cave is. Zo kun je dus ook heel erg makkelijk zien waar caves zitten. Zo kun je ook zien waar koeien en zo zitten. Dat is super chill. Want op die manier gaat het in ieder geval heel erg makkelijk worden voor ons om koeien te verzamelen. Ik ga ook even voor een stack steen. Ik wil overal even een stack van hebben. En dan heb ik lekker veel resources. Dat is super chill, want ik moet natuurlijk wel genoeg hebben. 1, 2, 3,
4. Hoppakee. Dan gaan we nu even naar ons huisje terug. Gelukkig heb ik een waypoint gehaald, anders was ik waarschijnlijk nooit meer bij teruggekomen. Daar ben ik wel blij mee met die waypoints. Vind ik super chill. Oké, dan moeten we dus even een raam in ons huis zetten, zodat we dat in ieder geval hebben gedaan deze video. Dat vind ik belangrijk. Een huis met ramen, dat vind ik toch wel, zeg maar, iets wat hoort. Naar mijn mening. Dat is puur mijn mening. Heel veel mensen zullen zeggen van, ja, maar joh, een huis met ramen, dat hoeft toch helemaal niet. Je hoeft toch niet naar buiten te kunnen kijken, dat doe je toch gewoon de deur open. Ja, dat kan. Maar waarom zou ik de deur open doen als ik ramen heb, weet je? Dat kan ik dan zeggen. Dan moeten jullie allemaal, weet je, dan moeten jullie allemaal opstaan uit jullie fucking bed, ja? Dan moeten jullie de deur open doen, terwijl ik dan alleen maar even uit het raampje hoef te kijken. Zo chill is het leven voor mij dan, hè? Moet je nagaan. Nee, maar ik bedoel, kom op. Ik vind het wel chill dat we ons huisje al bijna af hebben. En natuurlijk is het nooit echt af, want we gaan er natuurlijk nog allemaal verbeteringen aan doen. Ik ben niet verpland om er allemaal verdiepingen bovenop te gaan maken, zoals in Minecraft Playthrough toen ik het toen had. Maar we gaan er wel, zeg maar, iets moois van maken. We gaan het huisje laten zoals het is. En dan gaan we natuurlijk allemaal farms erbij maken. Misschien maken we nog wel een balkonnetje bovenop. Heel misschien. Maar dat weet ik niet zeker. Want een balkon, dat vind ik misschien niet zo mooi. Maar dat zien we zo meteen. Want het is op dit moment 7:15 s'avonds. Dus het is best wel laat. Maar I don't care. Ik ga zo meteen nog even leren voor een repetitie die ik morgen heb. Dan ga ik even wat met mijn vrienden. Dan ga ik slapen. Want ik heb morgen een dag. Weer een nieuwe dag. Ja, iedereen heeft morgen een dag. Ik bedoel, morgen is weer een nieuwe dag. En dat heeft iedereen, weet je. Een nieuwe dag. Dus vandaar, weet je. Dan snap je dat ook gelijk. Maar ik ga dus even terug naar dat huis daar. Want ik moet natuurlijk even die glas gaan maken. Want dat is zeer belangrijk. Want ik heb glas namelijk nodig voordat ik raam kan maken. Ik zie daar schapen trouwens. Dan kunnen we wol pakken. Nice. En schapen kunnen we gaan boeien. Dan kunnen we heel veel wol krijgen. Pressure plate. Zou die chill zijn? Ja, dat zou in principe wel fijn zijn, denk ik. Maar dat ga ik niet doen, want het ziet er niet mooi uit. Kijk, als je nou... Ze moeten echt ervoor zorgen dat je pressure plates ook van een bepaald soort hout kan maken. Dat zou een stuk chiller zijn. Dit wordt trouwens even mijn houtchest. Ik ga trouwens de Organize mod downloaden voor de mensen die niet weten wat het is. Dan worden de dingen automatisch georganiseerd. En ik weet niet of dat kan in deze versie 1.5.2. Maar ik hoop het wel. Dus ik doe het even mooi zo. Het ziet er namelijk wat chill uit zo. Hoppakee. Ja, dit vind ik er een stuk chiller uitzien. Er komt hier het gravel in. Zo, en het steen. En het flint ook. Hoppakee. Zo, kijk, dan is alles even mooi een beetje georganiseerd. Dit vind ik ook bij hout horen. Dit hier. En dit vind ik ook bij hout horen. En dan heb ik hier, wil ik zand in hebben. Pak ik even een halve stack heb ik nodig. En dan komen hier, of wacht even, dit. Ik vind dit hout, seeds, weet je, het is allemaal hetzelfde, vind ik. Dat mag hier wel bij. Zo. Hoppakee. Weet je, het is natuurlijk niet helemaal, nee, het is niet helemaal. Ik wou dus zeggen, het is natuurlijk niet helemaal, nee, maar het slaat helemaal nergens op om dat te doen. Dus dan doe ik dit hier zo in. Hop, hop, hop. Zo, dat ziet er mooi uit. En dan hebben we eigenlijk alles wel geordend. Zand en dirt vind ik ook dat het bij elkaar mag. En hier komt steen in. We hebben er nu al, kijk, in het begin al alles geordend. Hoe chill is dat? Dat we eigenlijk een keer een serie hebben. Kijk, jullie houden hiervan. Ik weet gewoon dat jullie dit chill vinden dat ik dit doe. Dat ik in het begin gewoon al alles orden. Dat scheelt gewoon heel erg. Ik heb de workbench natuurlijk wel bij het staan. Dat is wel een beetje dom, maar ja, boeien. Zo, 4 furnaces. Die pas ik denk, die kan ik misschien precies ergens leuk plaatsen. Ik denk dat ik er hier eentje zo ga plaatsen. En hier. Heb ik eigenlijk nog even wat furnaces nodig. Dat ziet er denk ik wat chill uit, zeg maar. Even lekker nog wat furnaces. 2 heb ik nog nodig. Zo. En dan heb je zeg maar echt een prachtig mooi iets. Zeg maar dan heb je dit hier. Kijk, dan heb je het helemaal mooi. Dan pak ik even snel wat hout. En dan pak ik gewoon even dit zo. Hoppakee, yada yada. En dan doe ik even hier de helft in. En doe ik even hier de helft in. En dan doe ik ook het. Wat doe ik? Ja, hier mag ook de helft in. En hier de helft. En hier de helft. Kijk. En dan moet ik zeggen dat we in één episode alweer heel veel kunnen doen aan het huis. Ik wil sowieso eerst even de ramen erin gezet hebben. Zodat we dat de volgende episode niet meer hoeven te doen. En dan hebben we eigenlijk ons huisje af. En holy shit, ik vind hem echt mooi. De volgende episode hebben we ook de Organize mod. Hebben we alles. Tenminste, als ik het niet vergeet natuurlijk. Want ik ga dat weer een andere dag opnemen. Maar dat komt waarschijnlijk wel goed. En ik versta nog even wat seeds. Voor wanneer we een farm willen gaan maken. Dat is ook wel chill in principe om dat even te gaan doen. Hoppakee. Of heb ik er al 5? Kijk, dat gaat alweer lekker. Kunnen we namelijk ook even gaan gebruiken uiteindelijk. Want ik wil sowieso even wat seeds hebben. Maar ik wil dus een enorme huge farm gaan maken van wheat. En dat is veel chiller als je dan gelijk even echt lekker veel seeds hebt. Gaat het ook allemaal lekker snel, weet je. Ik wil gewoon alles snel doen deze serie. Dat is super chill. En dat gaat helemaal goed komen. Want alles gaat op dit moment al best wel snel. We hebben wel lekker veel resources en shit. Dus het komt helemaal goed. Zo. Oké, ik wil de 20 hebben. Het zou fijn zijn om sowieso even lekker veel seeds te hebben namelijk. Zo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En dat duurt gaat het lekker. Mensen, we hebben lekker veel seeds. Als we nou 32 seeds hebben en ik geloof dat we nog 32 daar hebben. Dan hebben we in ieder geval genoeg seeds om even een huge farm van te maken. Ik wil even timeset day doen. Dus dat heb ik al eerder gedaan voor de opname trouwens. Maar weet je waarom? Ik ga dat niet meer doen hoor, wanneer ik zeg maar een bed heb. Maar ik vind het nu even zo, anders wordt het allemaal donker voor jullie. Dan kunnen jullie het niet meer goed zien. Dat vind ik vervelend voor jullie. Ik ga natuurlijk geen spullen cheaten, maar dit is ook niet cheaten. Dat is alleen even dag maken, weet je. Dat is wat anders. Of je nou in het bed ligt en het is dag of niet, weet je. Dag is dag. Dag is dag. Vind ik dan. That's my opinion.
You think you can do it better? Make your own playthrough. Ja, weet je, waarom niet? Als jullie dat denken. Nee, maar dat denken heel veel jullie niet. Jullie zijn niet zo eigenwijs en vervelend. Ah, kijk, perfect. Ik was heel even bang dat het niet kon. Zo. Oh, dat ziet er niet heel chill uit. Maar ja, dat... Oh, kut. Wat doe ik? Of wel? Ah, dat ziet er best uit. Nee, het ziet goed. Zo. Oh, kut. Hebben we nou serieus... Kut, we hebben nog te weinig ook. Wow, dat had ik echt niet gedacht. Ik dacht dat we echt precies genoeg zouden hebben. Maar dit ziet er wat chill uit. Of zou het mooi zijn met... Nee, dat ga ik niet doen. Dit is perfect. Dit is echt mooi. Ik bedoel, het ziet er chill uit. Job, niet zeuren. Niet zeggen dat het mooier is zonder... Nee, dit is perfect, Job. Het is helemaal perfect. Ik ga het mooi zo houden. Ik ga er niks meer aan veranderen. Workbench is hier. Glass plates. Oké, 32 is genoeg. Dan moet ik dit nog even zo... Nice, dan hebben we nog wat over voor als we er ooit nog wat mee willen doen. Ik vind het chill zo. Ik vind het... Wacht eens even, zoek dit... kan ik dit niet beter dichtmaken zo? Even kijken hoe dat eruit ziet. Ziet het er beter uit? Misschien wel. Nee, ik vind het er niet beter uitzien. Mijn mening hoeft niet jullie mening te zijn, maar ik vind dit niet mooier. Ik vind het mooier als het echt gewoon van die planes is. Vind ik wat chiquer. Om het even zo te zeggen. Zo. Alleen dit is een beetje het nadeel, zeg maar. Maar ja, boeien. Zo. Nee, ik vind het mooi. Ik bedoel, we hebben ons eigen huisje. Super chill. De volgende episode wil ik dan even gaan minen of iets in die trant. Maar in ieder geval hebben we ons huisje af. En daar kan ik eigenlijk al wel heel erg blij mee zijn. Want kijk hoe mooi die is geworden. We hebben alles georganiseerd, weet je. Het is helemaal perfect. En daar ben ik super blij mee. Dan moet ik eigenlijk nog even iets hebben voor glas. Waar kan ik dat het best in doen? Ik denk dat ik dat hier het best in kan doen. Of dit wordt gewoon de chest. Dit hier wordt de chest van random bouw dingen. Moet je denken aan glas en shit. Hier zitten dus al die sheets in. Dan hebben we dus ook al meer dan een stack van super chill. Hier moet het. Ik ga eerst even namelijk organiseren. Zo, moet hierin. Ik moet natuurlijk allemaal nog even van die item frames maken. Maar ik heb nog geen leer, dus kut. Maar ik kan natuurlijk ook met science doen, hè. Maar dan doe ik dat volgende episode even in het begin. Dat komt allemaal goed. Ja, dan kan ik hier beter... Ik doe hier de tools wel even in. Zo, hier doe ik het hout in. Hier doe ik dit in. Zo, tosjes. Waar kan dat het best bij? Denk ook hierbij zo. Zo, en planks. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. Laat gewoon een duimpje achter als je meer Skylia Ice wilt. Dan zie ik je de volgende keer weer. Later.